god. We zijn weer terug. Goed, waar ik al bang voor was, is gebeurd. Blijkbaar vond iedereen het heel erg leuk om te kijken naar hoe bang ik ben in dit spel. Dat betekent dus dat we verder gaan spelen. En ik heb er niet echt per se heel veel zin in. Maar ik ben bang dat we het gewoon gaan doen. Oh, jezus, ik schrik al meteen, hè. Moet ik rennen voor hem? Hij zit heel snel. Oh ja, oh mijn god, oké. Okay. Ja, ik moest rennen. Even uitproberen, je weet het niet. Straks ren ik voor hem, terwijl ik gewoon met hem moet praten. Gast, hey, ik ben trots op mezelf. Tot nu toe, alle jumpscares, ben ik nog niet heel erg geschrokken. Kom maar. Ja. Oké, okay, kom dan. Wat is dit, wat is dit? Moet ik iets pakken? Nee, oké. Okay. Ah! Oh! Hoezo kan die mensen rennen? God, nog één? Ah! Jezus! Ah! Ah! Hoezo is het zo snel? Well done, Gregory. Oh, ik ben binnen. Found a security office. Ah, ik kom niet binnen. Oh. Oh god. Gast, dit is zeg maar het origineel van Five Nights at Freddy's. Dat je zeg maar met die camera's moest kijken en dat ze je konden pakken en zo. Hé, hey, daar sta ik. Kijk, het is nog even staan daar. Shit, ik hoor er een lopen. Oh mijn god. Komt hij hier naar binnen? Volgens mij wel. Kijk de andere kant op. Oh mijn god. Snel. Oh. Yes! Oké! Did it, yo! Oh god. No! Wait, I'm still here! Oh shit. Now what am I supposed to do? How unfortunate, Gregory. You missed your chance. But there is still hope. You should be able to escape when the security doors reopen at 6 a.m. Until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. If there is another way out, I will help you find it. Wat een goede gast ook, die Freddy. Even 7 maar weer. Oké, dus de main ingang is nu dicht, waar ik eigenlijk naar buiten moet. Ik was bijna buiten. Voor een horror game is het wel een soort van... een leuk spel. Als in, er zit wel echt wat in qua strategie. En je moet, tenminste strategie, ja. Je moet wel echt soort van nadenken wat je doet, weet je wel. Hé. Hey. Deze heb ik de vorige keer niet gezien. Juist. Oké. Okay. Oh mijn god. Nu kan ik hierin, toch? Ja, oh mijn god, maar... wat doet... hier, ook is het ook weer? Deze security guy, die mag me waarschijnlijk ook niet vinden, hè? Well done, superstar. You have access to the lobby. Unfortunately, that complimentary entry ticket does not allow you to enter the pizzeria. You can find an upgrade machine in customer service. Waarschijnlijk als ik in die lamp van hem loop, dan ben ik het lulletje, of niet? Oké, daar gaat dat beest heen. Ik ben even de naam vergeten. Laten we de Lisa noemen. Hier kan ik even stoppen. Distraction. Oké, zij zoekt me dus nog steeds. Jezus, get over it. Oh. Oké. Volgens mij was hij dus hierboven. Ja. Oké, dan. This ticket doesn't even work. It says good for entrance to the lobby shops. Upgrade options available at customer service. Distraction. Also good for one free prize from Glamrock Gifts while supplies last. Daycare pass. Jezus, ik heb allemaal passen nou. Ah, top. Hier is een security guy.
Maar probeerde zij mij te... Ik heb geen idee of ik nou wel of niet gewoon door hem gezien mag worden. Maar doe even voorzichtig voor de zekerheid. Kijk eens aan, daar staat weer een mystery prize. Wat is dit voor een pas? Freddy, I found the free gift. It's a crappy Mr. Hippo fridge magnet. Wat heb ik daar aan? Lame. I am sorry, Gregory. I am truly sorry. Oké, dit is top. Ik heb nu. Oh. Ik heb nu deze kant geopend. Oh, shit. Oké. Kun je het openen? Ja. Oh, hier. Ja. Goed, ik moet deze pas eens upgraden. Hoe ga ik dat doen? Ik zou, daar is de pizza shop volgens mij. Oh. Oh mijn god. Weet je, ik word echt beter in het niet schrikken. Al moet ik zeggen dat de jumpscares tot nu toe ook niet mega eng en onverwacht waren. Want ik zag al dat dit ging gebeuren. Maar goed, die robotmannetjes kunnen we dus wel degelijk zien. En hoezo kan zij teleporteren? Want ze stond echt niet naast me. Maar goed. Wat een gedoe zeg. Oh. Oh. Ik zeg je eerlijk, die robots kunnen niet heel goed kijken, man. Oh, precies wat ik het zei! Oh, shit. Oh mijn god. Wow, dit is de eerste keer dat ik me verstop voor zo'n beest en dat het gewoon werkt. Oké, ik moet ook niet meer zeggen dat die robots niet goed kunnen kijken, want toen werd ik meteen gesnapt. Dus dat noem je nou next level jinxen. Maar dat liep gelukkig goed af, anders moest ik het weer opnieuw doen. Daar had ik echt geen zin in gehad. Maar wacht even, waar lag nou dat ding? Dat magneetje? Dat is het pad dat hij rijdt. Rijdt hij hier achterlangs ook? Oh. Oh. Nee, rijdt hij niet achterlangs. Oké. Huh? Oeh. Nee, jongen! Nee, nee, nee. Nee! Oh, mijn god. Oh. Volgens mij heeft ze me niet gezien. Jezus, wat zenuwslopend, zeg. Crappy Mr. Hippo fridge magnet? Lame. I am sorry, Gregory. I am truly sorry. Okay, ik ben weer op dat punt. Oké, mocht ze komen. Shit, shit, shit. Oké, dus ze ziet me gewoon door het raam volgens mij. Dat was het ding. Oh mijn god. Ah! What the fuck, hoezo? Oh mijn god, zag ze me erin gaan of zo? Oké, dus volgens mij ziet ze me gewoon door het raam. Oké, en we zijn weer terug. Maar goed, laat me even kijken op die security camera's. Kijk, je ziet hier nu lopen. En daar zag ze me volgens mij iedere keer zo staan nu. Nu wacht ik gewoon tot ze naar boven loopt. Kijk, ik zit nu even te wachten. Ja, loop maar naar boven. Oké, top, kijk. Dus in principe, in theorie... is ze hier nu naar boven en ziet ze mij dit niet doen.
It ate my glass. Try that terrible magnet you found. Ja. Wacht, nee, erop. Yes, the magnet scrambled the machine. Oh man, now it's some kind of daycare pass. That is great news. I will meet you in the daycare. The entrance is on the second floor balcony. Oké, we zijn er. We gaan door. Ik ga Freddy meeten bij de daycare. Welkom. Ja, volgens mij is de daycare daarachter. Zo staat die chick. Jezus, wat duurde dit lang, zeg. Oké, loop maar door. Ja. Oké, dit is ons moment. Ja. Hier ga ik in. Pas. Oké. Yes. Oh god, ze hebben hier allemaal enge... Oh man. Hier allemaal enge kamers en ruimtes hier. Ik vind allemaal maar niks. Komt die chick zeker ook weer achter ons aan zometeen. Jezus, is dit een daycare? Wat een lijpe, grote, grimmige daycare. Een save point. Ja, die heb ik nodig, anders moet ik het zometeen weer allemaal doen. We zijn door... Hey! Kan Freddy hieruit komen toevallig? Nee. Of tenminste, nog niet. Misschien is hij onderweg. Oké, Freddy zei dat hij hierheen zou komen. Waar ben je, Fred? Oh, hier is nog een deur. Let me check. Oh ja, kijk. Wat is dat? Easy money. Magnet screw with the ticket machine, just heads up. Oh, dat was een tip die ik had van net, maar die heb ik niet gelezen. My son has never had sleeping trouble, but after spending an evening in daycare, he refuses to sleep with the lights out anymore. He just cries and cries. And then when I do let him sleep with the lights, he wakes to bed. Oh, wacht, kijk, daar is weer zo'n deur. Waarschijnlijk gaat deze al open, toch? Oh ja. Top, waar zijn we? Gregory, I am unable to reach you. Check the daycare security desk for a security badge, then let me in. Oké. Leuke muziek. Jezus, wat een groot speelparadijs, zeg. Oké, dus ik moet de desk vinden. Nou, prima. Daar gaan we dan. Oh! Wow! Gast, dit was tering vet, ouwe. Wie is dit nou weer? Lul niet, zit hij ergens in deze ballenbak? Gozer, dat is tering eng. Oh, ik dacht dat ik af was. Oké, nou, ik krijg letterlijk weer iedere keer een hartverzakking van het sprokkenspel. Oh, security badge, top. Op het uitgesaved. Oh mijn god. Oké. Naughty boy. It's past your bedtime. You must be punished. Gast, dit is kapot eng. Ik heb een security badge. Take the flashlight. Oh, hier. Press and hold E to recharge your flash, but be careful, it takes some time to recharge. Gast. Oh mijn god. Dit is kapot eng. Ja, dag. Hoe kan ik verstoppen? Hoe kan ik verstoppen? Laat me verstoppen! Oh, hij zegt...
entrance. Oh mijn god, ik krijg kippenvel. Afgeleid. Oké, hij wil opruimen, hij wil opruimen. Hoe kom ik er terug naar boven? Ik moet er naar boven. Ja, ruim jij er maar even op. Oh. Nog een distraction. Oh mijn god. Oh mijn god. Ja, dit is toch een doolhof, gast? Oh my days. Ja. Licht. Is het licht? Oh, ik moet 5 generatoren aandoen. Jesus. Oké. Okay. Moet ik dat nu doen? Serieus? Oh, hier gaat zo... Oh, kijk. Hier gaat zo'n kabel. Ja, dat is nummer 2. Oh mijn god, als ik opeens zijn hoofd in zo'n glijbaan zie of zo, jongen. Ja hoor. Ik heb zo'n kabel nodig. Geef me een kabel. Oh mijn god, ja. Deze gaat hierheen. Maar deze heb ik al gehad, toch? Of niet? Ja, deze heb ik al gehad. Oké. Okay. Oh my days. Oh. Pff, ik zit echt met samengeknepen billen de hele tijd, zeg. Man, man, man. Oh, hier. Gaan er nog meer? Waar gaat deze heen dan? Heb ik deze al gehad? Die gaat vanaf die lamp. Kut zo, ja. Hier ben ik dus al geweest. Oh! Ga weg! Ja, ruim jij er maar even op. Stomme zak. Kan ik hierin? Ja, oké. Okay. Wie is er gehad? Ja, shit. Oh, dit is echt gezeik. Hoe ga ik dit allemaal vinden? Oké, okay, ik heb er hier... In dit ding heb ik er 1, toch? Hier staan die lampen aan. Die lampen zijn ook aan. Deze ook. Ja. Nog 1. Deze heb ik volgens mij allemaal gehad nu. De laatste zal dan wel nog daarin zitten, denk ik. Oké, okay, ik ga even aan de overkant kijken dan maar. Oh mijn god, ik hoor hem. Oh! Oh! Wat doet hij hier binnen opeens? Nee! Ga weg! Nee! Shit! Oh mijn god, wat deed hij daar opeens binnen? Oh, als ik dacht dat hij niet echt naar binnen zou kunnen komen. Oh mijn god, dat betekent dat ik dit helemaal opnieuw moet doen. Ik kan het even niet meer aan. Aflevering 1 is hier. Als je die wil zien, kijk hem. Zo raar als je die nog niet hebt gezien. En ja, laat me weten of ik verder moet spelen, want wat heftig. Doei!